Hoewel Mstislav Rostropovich als Paul Sacher waren grote voorvechters van moderne muziek, of in hun tijd hedendaagse muziek dan. Rostropovich als cellist en als dirigent en Paul Sacher als dirigent en als grote mecenas. Ze waren ook goede vrienden en daarom dacht Rostropovich voor Sachers 70ste verjaardag in 1976 vraag ik 12 componisten om een variatie te schrijven op zijn naam. Of een stuk te schrijven op zijn naam. Namelijk de tonen S, A, C, H, de Duitse B, E en R. Nou, daar gaven een aantal hele fantastische componisten gehoor aan. Onder andere Benjamin Britten, Dutilleux, Berio, Boulez, noem maar op. En dus ook Lutoslawski. In de Sacher Variation van Lutoslawski horen we steeds de naam Sacher in een soort cel die steeds intensiever en steeds langer, hoger, steviger wordt. Afgewisseld met soort improviserend klinkende gedeeltes van de tonen die niet uit de naam Sacher komen. En waar de halve toons en kwarttoons afstanden omheen gevlochten worden. Sacher Variation van Lutoslawski. Thank you.
mag ik ook nog even wat zeggen. Als laatste van ons finale programma, de laatste drie delen van de cellosonate van Benjamin Britten. Dit stuk is ook eigenlijk opgedragen aan Rostropovich, net als de Zagger Variation en net als eigenlijk bijna alle 20e eeuwse cello muziek, denk ik. En dat is ook niet zo vreemd, want Rostropovich was natuurlijk een van de allergrootste cellisten van de 20e eeuw. Ook dat horen we heel goed in deze sonate. Er zijn hele bijzondere technieken in dit stuk te vinden. Hij heeft de cello echt tot het uiterste benut. En de pianopartij is ook heel leuk, eigenlijk. Maar dat zult u zeker horen in de laatste drie delen van de cellosonate van Britten.
Thank you.